Hallo jongens en meisjes. Ik ben echt super enthousiast om te zeggen dat er nog eens een nieuwe vlog is. Hallo, hoe maken jullie het allemaal? Roland, hoe maken jullie het allemaal? Ik maak het helemaal prima. Goed, ja, wij maken het zeker helemaal prima. En dat komt omdat we vandaag naar de Belgium Tour Days gaan, jongens. En wat is nou een mooiere gelegenheid dan dat om even te filmen hoe het precies in zijn werk gaat en hoe het allemaal werkt. En weet, wie is altijd als laatste? Altijd, dat is best irritant, man. Ja, dat wordt echt irritant. Ik weet ook niet wat het is. Het is net alsof Aaron het expres doet. Welcome to the crib, man. Roland, hij kan er niet in. There we go, klaar. Ik weet niet of jullie de video gezien hebben van Kasteel Hogemeijer. Op een gegeven moment was ik met shirtjes aan het lopen van mijn eigen. En toen dacht ik van, de meeste mensen vroegen van waar die shirtjes vandaan komen. Alleen de meeste wisten dat niet. Maar nu ga ik dus nog een ander shirtje ophalen bij Artery Design. Ik ga nu even de camera draaien. Dat is deze winkel en dan gaan we nu even kijken voor andere shirts. Er is nog niemand. Ik ga Mike vast. Mike! Ik heb iemand bij voor je. Hey, zeg eens hallo. Hoi hoi. Ik ben aan het filmen. Ja, ik ben aan het filmen. Jongens, dit is Mike. Mike regelt fantastische shirts voor ons en nu heeft hij alweer een nieuwe lading klaar. Dus zo simpel kan het gaan. Ja. Mike. Oh. Goed gelukt. Oh. Daar word je blij van toch? Ik word er elke keer wel blij van. Het ziet er goed uit. Ja, ik heb nou, reclame gelopen, hè? Ja, toch? Okay. Mike, ja. Doe jouw zaak eens voorstellen en je krijgt, laten we zeggen 30 seconden. 30 seconden, oei. Eigenlijk alles op het gebied van ontwerp, drukwerk, textielbedrukking en webdesign. Dus okay. Als je op zoek bent naar een origineel t-shirt, dan kunnen we even jou maken. Nou, oké. Okay. Hey, kort en krachtig. Zo is het doen, jongen. Ik zal gewoon even de link doen en dan kunnen mensen kijken wat ze bestellen, toch? Ja. Oké, nou top, dan doen we dat. Dan gaan we die meenemen en dan lopen we helemaal mooi in Antwerpen. Het gevoel als je met eigen kleren loopt, ik zweer het je moet het eigenlijk zelf eens een keer proberen. Gewoon een eigen shirtje maken van jezelf of van iemand anders. En daar moet je eens mee rondlopen. Echt, dat is echt een gevoel dat niet te beschrijven is. Echt, ik meen dat. Je moet echt eens een keer proberen een shirtje te maken met je eigen naam erop en dan moet je eens mee rondlopen. Dat geeft echt een prachtig gevoel. Echt, holy shit. Maar goed, oh, ik zat voor. Ik vergeet gewoon dat ik voor zat. Belgium Tour Days, we hebben gewoon onze eigen parkeerplek. Onze eigen parkeerplek. Ik zet de muziek even uit. Dat is Wow. We hebben onze eigen parkeerplek. Wow, zo gaat ook een goede merrie. Wow. Dat zijn wel echt mooie. Wow, dat zijn echt wel mooie auto's ook. En het is ook echt wel allemaal goed geregeld. Zet hem zo als die bus. Het is ons ook echt een hele nieuwe ervaring ook, jongens. Dus we moeten even kijken wat en hoe en wat. Dus even kijken wat. Als je een paar roosjes binnen lukt, hebben ik zet hem anders. Wow. Maar maakt het uit, ik zet hem gewoon in de midden, man. Zet hem langs een meisje daar. Jezus, echt, is echt ziek. Jongens van de buurt, hoe is het? Alles goed? Yo, man. Ja, wat is ze? Aan de zijkant zetten. Laat hem hier staan. Wat gaan ze doen? Wegtakelen? Wow. Move hem. Moet alleen een pasje halen, jongens. Wat gebeurt er? Wat op, nee raar. Op een YouTube gathering sta je altijd met andere YouTubers. En ik zei met een YouTuber die pas vandaag ook 1000 subs heeft gehaald. En dan denk je, 1000 is misschien nog niet veel. Maar voor ons, ik heb zelf ook op 1000 staan, wij alle drie, is het toch een beetje veel. En dat is toch een mijlpaal. Iedereen heeft op 1000 subs staan die niet bijvoorbeeld op miljoenen staan. Dus je moet denken van wow, nu sta ik op 1000 en nu ga ik naar 10.000. 1000 is een shit. Volgende keer 10.000 of niet. Abonneer gewoon even op hem, ik zal een linkje in de beschrijving doen. Dan gaat hij misschien naar 10.000, wie weet. Yo! Wat is het? Nee, doen we zo. De boys van Overpelt. De boys van Overpelt. Ja, 3 dubbel keer zoveel gescoord. Hey, jongens, we hebben een illegale treinreiziger gespot. Ben je ook illegaal binnen hier? Ja. En weer die schoenen, hè? Kijk. Dat is goed, man. Ja, man. Willem is ook van de partij. Laat eens kijken hoe je bandje eruit ziet. Ook gewoon Willem. Kijk, zijn schoenen. We hebben er maar één, hè? We hebben er maar één.
Dan niks veranderd. Dit is disrespect. Nou, drie zakken hebben we al. Dankjewel meneer. Dat is een leuke stad, we komen vaker Antwerpen. Jongens, we waren net even soep aan het eten. En op een gegeven moment kwamen er twee heel sympathieke gozers bij ons zitten. Ik zal het even filmen en gaan ook even een kanaal zeggen. Dus ik zal zeker kijken naar hun kanaal. Ik zal het even in de beschrijving zetten. Jongens, hoe je dit? Nou, ik ben GameTube in Geestam. Wat ga je inzoomen, hè? Ja, dit is normaal. Deze moet ENG zijn, maar dat was NL. Oké. Dus ja, abonneer. Nou, goed. En blijf abonneren en like. Mijn kanaal is meneer Janssens. Abonneer op mij. Abonneer ook op 3Dubbel. Wacht even, ga even filmen. Meneer Janssens. Nou, oké, kijk. Abonneer op mij. Abonneer ook op 3Dubbel. Like en share. En top. Helemaal top man, dankjewel. Kijk hoe groot het hier is jongens. Holy shit. Wat hebben we hier? Wat voor bootjes? Kaas. Vieze kaas. Oh, lekker man. Wat hebben we nog? Water en een chocoladekoek. Oké. Nou, dat gaat nooit genoeg zijn voor ons. Ik kan ook naar buiten man. Grootste radiostation van België. De radio is er, iedereen is er. Dat maakt niet uit waar hoor. Ja? En dan komen jullie volgers of de mensen die geïnteresseerd zijn even bij jullie langs om een filmpje te slaan. Ja, prima. Een filmpje om te nemen of zo. Jullie mogen doen wat jullie willen. Jullie zijn vrij. Dat is allemaal prima. Oké. Okay. Als je hem hier op zijn bek slaat, dan krijg je een probleem. Ik denk dat er helemaal niemand gaat komen. Jawel, ze zijn allemaal onderweg. Oké. Nou, laten we het hopen. Ik weet het niet. Oh nee. Wat is voor de handen. Oh. Oké. Maar dat kan toch niet wat hij doet, hè? Ik kies zomaar een stoel, ik kan eigenlijk niet. Schande. Ja, het is schande, zo is het. We staan hier buiten, we gaan zo even een interview doen. We gaan ons even voorstellen, zoals je kan zien. Dus dat was zeker de moeite. We spotten ergens in Nijmegen. En op een gegeven moment heb ik die persoon langs gestaan. En ik wil graag weten, hoe is het nou echt om een illegale trein te rijden? Ja, ik ga het ook opzitten. Maar je zit wel op een heel mooi uitzichtpunt. Ja, klopt. Het was een mooi uitzicht. Ja. En hoe snel ging het? Het ging ongeveer 120 km per uur. 120 km per uur. Maar dan vraag ik me af, ben je dan niet bang als je erop stond om af te vallen? Nee? Nee. Het is hetzelfde beetje als een achtbaan. Dit hoekje. Eerst een handtekening. Jezus. Kan toch niet? Hé, maar eerlijk, hoe weten mensen dat jij dat bent? Dit is geen nut. Niet doe je van neuk dat logo. Ja, man. Doe dat hier. Het neukt het, man. Nu gaan we stilzitten. Weet je wat er met een YouTube gathering is? Iedereen is echt helemaal geladen dat ze hun favoriete YouTuber kunnen bekijken of kunnen zien en een hand in kunnen vragen. En ik vind dat zelf ook heel leuk. Ik bedoel, als ik mensen ken die, waar ik naar opkijk en die ik een voorbeeld vind, dan moet ik ook graag een handtekening of een foto. Alleen je moet weten bij ons, als je een foto met ons wil, mag je het gewoon altijd vragen. Je moet niet verlegen zijn om tegen ons te vragen, wil je een foto? Wij doen dat gewoon altijd. En zelfs, kom je naar ons te huis, we laten je gewoon binnen. Easy. It's as easy as that. Kom maar, kom maar. En poster, ja, blijf positief en like deze video. Subscribe op Liam Lucio, LIAM, LUSS. Laat je kaartje even zien. Oh.
Yes, dat staat op. Naar de volgende. Subopila, ja, dat is nog mijn oude kanaal. Maar Subopila alsjeblieft. Dat gaan we zeker doen. Dit komt er zeker in. En like de video. Nou, dat gaan we zeker doen. Goed. Ja, is goed, bedankt jongen. Is goed, dank je. Ik vind het mooi. Weet je wat ik mooi vind aan YouTube? Dat iedereen gewoon zijn ding kan doen. Kijk en zien dat je een bepaalde voorwaarde hebt. Ik was dan met een paar gozers en dan praten we een gegeven moment. Zie ik Roland, Aaron en Willem nergens meer. Wat is dit dan? Oh, ik zie ze al. Weet je wat het leuk is, jongens? Als ik ergens ben, of maakt niet uit of het feest is, of op een vergadering of op een meetup. Altijd als ik in de lucht kijk en ik zie Roland of Aaron, dan weet ik, daar zijn ze. Daar moet ik zijn, dus dat ben ik nu ook aan het doen. Ik was even aan het kijken en toen zag ik Aaron gelijk. Wij zijn echte hangboys. Ik ga wel terug. Heerlijk, wij zijn echte hangboys. Kijk wat we hier aan het doen zijn. Wacht, dat Willem joint. Willem joint altijd. Join, weet je wat onze standaard regel is? Join altijd. Als wij naar de supermarkt gaan, dan moet je joinen. Ook al ga je geld wisselen, we gaan altijd met z'n drieën. Hij denkt van fuck uit. Fuck Alwin. Wat wil je nou? Ik heb wel water. Dat is waar. We hebben ook water. Alleen. Alleen. Fucking veel. Huismerk, ik, jongens. Huismerk. YouTube boy. Albert Heijn. YouTube boy. Zijn we er klaar voor? Jezus. Wat voor? Fuck man. Beuter. Oké, opeten is nog een beter idee. Nou, we hadden het op onze mond doen, maar hij zegt opeten. Hey, dus dat is helemaal geen challenge. Nee, dat is gewoon vet. Geen idee. Nou. Maar jij bedoelt, ik dacht dat je dit ding bijvoorbeeld een stukje me afbijten. Dat kan ook. Zal ik even kijken wat er omheen zit? Oh, wat is het? Lippenbalsem of lipstick? Lippenbalsem. Oh, ik kan die even laten gebruiken, man. Even serieus. Ja, dat is het leuke. Ja, ja, dan doen we dat. Ja, ja, dat is het leuke. Oké, wacht. Hey jongens. Oh, hoi. Heel goed, mevrouw. Dan doe je ze in elkaar. Ik was altijd zo'n fan van goocheltrucs. Echt, ik was altijd zo'n fan van goocheltrucs. Wat wil je dan doen, zeg? Oké, ja, ik ben filmen, sorry man. Ja, maar ik doe wel mee, ik doe wel mee. Ja, okay. Ik moet er mee doen. Dan tel ik tot 3. Ik weet niet wat er gebeurt. Dan tel tot 3. En dan moet je precies hetzelfde doen. Precies hetzelfde doen wat ik ook doe. 1, 2, 3. Hop. 1. Ik kan niet meer volgen. En voor degene die nog in de kroon zit, die mag je handen eruit draaien. Dus kom maar de pannen bouwen, doe een aantal trucjes. En hij gaat wel een goede show geven. Zeg, hij doet het wel goed. Is, niet zo heel goed schrijven, is een baas. Gaan we de handtekening even doen? Ja. Moet je hem even zo doen? De steun en zijn compagnon, de gordijn en een compagnon. High five! Dankjewel man. Wij kunnen niet schreeuwen. Midden loopt hem. Doe even een shout-out. Ja, tuurlijk. Colijn zou je wij zijn Bellinga TV met een shout-out voor Free Double. Echt cool jullie te zien op de Belde YouTube. We zijn daar bij het steentje. Met de slangenfittv.nl bodyscanner, als je dat ook wil. Dus wij gaan nog wat bij zeggen. Jongens, deze mensen doen familievloggen. Wij doen het met z'n drieën, hun doen de hele familie. Dus abonneren, echt een must. Link in bio. Bellinga TV.com. Eindelijk. High five. Heerlijke man, heerlijke. Kleine vriend, mag ik een high five van jou? Mag ik een high five van jou? Hoe heet je? Luwa. Ik versta hem niet. Luwa. Juham. Luwa. L-U-A-N. Luwa. L-U? L-U-A-N. Oh, Luan. Wat een mooie naam, vriend. Leuk. Oké, we hebben de eerste. Tuurlijk. Wat is dit nou weer? Willem is een jongen die allemaal rare dingen gaat filmen. Gaat hij dit nou weer filmen? Wat heb ik hier aan? Misschien een mooi tussenshotje. Maar toch ben je wel met Mattie. Geef maar box, man. Toch echt met Mattie. Jongens, ik stond net even te praten met Rebecca over YouTube. Fucking leuk. Heel leuke informatie heb ik gekregen. Hier wil ik even een shout-out doen naar haar. Hey! Wat is je kanaal? Ja, wij zijn voor Hart voor Paarden.
paardenvideo's voor de hobbyruiters en de beginnende sportruiter. En superleuk hier, ja. En bedankt voor het kijken. Inderdaad. En als je nou iets wil weten van paarden, check even hun kanaal, want daar staat alles op. Ik weet eigenlijk helemaal niets van paarden. Ik ga je eruit tegen. Dan kan ik jou afspreken. Dank u. Mooie afsluiting. Ik denk dat we gaan. Jongens, ik zweem echt helemaal. En ik weet niet hoe dat kon. Ik heb wel een lange broek aan, maar dat zag geen reden van staan. Wel stil deze, was echt duimpje omhoog waard. Toch? Ja, dat was wel leuk. Vond het wel leuk. Ja, het kan natuurlijk nog altijd wel meer, maar dat is voor de eerste keer heel goed. Oké. Yes, ik heb gewonnen. Ik wist dat deze kaart ging doen. Dat hebben we dus altijd als we bijvoorbeeld iets willen hebben. Dan gaan we steenpapier scharen, bijvoorbeeld wie gaat drinken halen of wie gaat zit voor of weet ik veel wat. Dat doen we altijd oplossen met steenpapier scharen. Wat is het leuke gevoel als je wint met steenpapier scharen? Heerlijk. Is het voor? Wat wil jij zeggen, Roland? Voor de keuze van Hagel. Welke roze? Dat zijn kinderen. Ja, hij vond het echt leuk. Hij vond het echt heel leuk. Man. Wat een uitshirt. Jongens, wisten jullie dat dit mijn nieuwe auto is? Nee. Dag, man. Hey. Ik lig er wel lekker bij, zeker. Ja, maar de verbinding is niet al te goed. Nee, dat weet ik, maar dat is ook niet erg. Nee, dat is niet erg. Maar hoe zit het in Knokke dan? Vertel eens aan de kijkers. Ik ben niet in Knokke, ik ben in Oostende. Ja, oké, maar dat is allemaal hetzelfde toch? Heb je een half uur moeten lopen? Half uur met mijn hondjes, daarom zijn ze kei kapot. Jezus. Ja, dus mijn auto staat heel ver weg. Dus wat je moeder aan het FaceTime bent, jongens, god, daar moet je toch echt veel geduld voor hebben, want... Nou, ik zie nog steeds niks. Ja, ik weet het ook niet, dat moet toch niet. Ik probeer gewoon lekker te facetimen met mijn moeder. Ze weet niet hoe het moet. Ja, dat schiet ik niet echt op. Schaal van 1 tot 10, hoe chill is het daar? Ah, rustig hè. Nou, ik ga weer verder editen als je het niet erg vindt. Ja, als het klaar is, geef maar een seintje. Oké, is goed. Hoe laat ga je slapen? Ja, gewoon als die honden zullen me wel wakker houden. Ik denk het ook, hè? Ja. Goed, ik ga even kijken wat Ronald en Aaron doen, oké? Okay? Okay? Jo. Dat is goed, later man. Ciao. Hoi, doei doei. Nou, heerlijk even met mijn mama gefacetimed, jongens. Wat is het leuker dan even facetimen met je moeder? Aangezien mijn moeder even een weekendje alleen wou zijn, denk ik. Want ja, als je drie zonen hebt, drie van die knullen die altijd gekke video's maken, hoor je het op een gegeven moment ook een beetje beu. Maar om even terug te komen op de Belgium Tube Days, wat was dat een leuk evenement? Wacht even, ik ga even mijn camera. Wat was dat een leuk evenement? Ik meen dat serieus. Ik vond het echt heel aangenaam ook. Ik bedoel, je leert andere mensen kennen. Je leert andere YouTubers kennen. En je leert een beetje het andere milieu ook van YouTube kennen. Ik bedoel, ik zat met mensen te praten die eigenlijk gewoon paardenvideo's maken. Terwijl wij gewoon echt helemaal wat anders doen. Alleen, het is ook leuk om te kijken dat mensen ook paardenvideo's maken. Ik bedoel, je kan zoveel op YouTube bekijken. Je kan gewoon, wat jij nu in je hoofd hebt, kan je op YouTube ingeven. En kan je ook bekijken. Dat is echt ziek. Ik denk dat is trouwens wetenschappelijk bewezen dat er nu veel meer mensen op YouTube zitten dan eigenlijk op televisie. Ik bedoel, op televisie, dat kijkt iedereen. Maar nu zitten er gewoon echt veel meer mensen op YouTube. Ik bedoel, ik zit ook zelf op YouTube. Als ik niet aan het editen ben, of ik ben aan het gamen, of ik zit op YouTube. Dat is gewoon standaard zo. Maar ga even aan Roland vragen hoe hij ervan vond. Let's go, jongens. Wat denk je? Wat dan? Kill of dead? Ah, nee, ik denk een dead. Ik kan gewoon, dan ga ik dood. Oh, oké. Okay. Eigenlijk zouden jullie dus aan Roland moeten vragen hoe goed ik in het spel vroeger was. Ja. Nu nog steeds eigenlijk hoor. Dat was ik was echt teringfreak op dit spel. NW3 is het trouwens voor de mensen die het niet echt zien. Als ik aan terugdenk, we woonden nog in een ander huis. Toen gingen we echt, was het zo, ik begon met spelen. Ik was moe, ik gaf het controller aan Roland. Hij ging spelen, toen werd het avond, toen ging Aaron verder. Ik zweer, ik durfde toch te wedden dat die PlayStation altijd aanstond. Ja, dat wel. Het stond 40 minuten aan. We hadden nog een nieuw gekocht toen. Oh ja, toen was die ene kapot. Jongens, we hebben zelfs een nieuwe PlayStation moeten kopen, omdat die destijds kapot ging. Ik heb dit spel letterlijk 4 keer gekocht. Omdat het 4 keer kapot is gegaan voor overhit of zo. Wat ga jij doen? Ik ga naar de fitness, man. Ga eens naar wat editen, man. Cameraatje, laat je me in de steek. Nee. Oh, mijn handen zijn wel scherp. Nee. Worden die echt ellendig lang? Oké.
Ja, nu is hij weer te scherp. Goed. Nou jongens, wat ik dus zou zeggen. Ik wil jullie echt van de grond van mijn hart echt bedanken voor het bekijken van deze video. En ook van Aaron en ook van Roland. Voor ons is het echt een, hoe zeg je dat? Ik ga het even in het Engels zeggen, achievement. Ik weet niet hoe dat in het Nederlands is. Een mijlpaal, ga ik het zo even noemen. Om toch maar op een... op een, zeg het eens, op een community te staan. Ik bedoel, we zijn ook nog gewoon normale mensen. En dat zullen altijd blijven tenslotte. Alleen, wij zijn echt voor elk ding dat we bereiken in onze YouTube carrière, zijn we ook dankbaar voor. En ik denk dat de meesten wel, de mensen die ons echt kennen en die persoonlijk ons kennen, die weten gewoon dat wij dat echt ook menen. Oeh. Ik schrok me dood dat jij die deur open deed. Wat ga je doen? Ik was net aan het zeggen dat het een hele mijlpaal was om op een YouTube community te staan. Bravo, man. Toch? Ga je met mij in de auto doen? Het is wel vermoeiend. Het is wel vermoeiend, hè? Ik zei het al, jongens. Een community, een... ik zeg altijd community, maar dat is het helemaal niet. Een mythe was echt de tol. Kijk maar naar Roland. Vroeg opstaan, hè? Ja. Ja, vroeg opstaan, dan ben je niet gewend, hè? Toch erbij. Ik zat al echt 2 minuten tegen jullie aan te lullen. Maar deze wil de vlog afsluiten, wat ik net al zei. Roland gaat dat even doen. Nou jongens, vonden jullie dit nou leuk? Vind je dan even een blauw duimpje omhoog? En vergeet zeker... Weet je meer een donatie? Nou oké jongens, vonden jullie dit nou leuk? Vind je dan even een blauw duimpje omhoog? Vergeet zeker niet te abonneren. En dan zien we jullie bij de volgende video. Ja, inderdaad, zoals hij zegt. En dan kan ik er niet meer aan toevoegen. Arie, jij moet het ook even doen, vind ik. Wat dan? Hij moet ook even een auto doen, dat is wel leuk. Hij wil het niet doen. Hij is ook een beetje moe. En dat is ook te begrijpen. Dus bij deze jongens... Wat bedoel ik? Nee! Je gaat dat weer mij kleineren in je video. Dat wil ik niet. En dat is typisch Alwin. Zo. Dat moet je weer stoppen. Als je 30 inzet, ruil ik je kanaal. Dus alle mensen die dat horen. En doe niet zo, nee, stop nu. En om de vlog helemaal af te sluiten, wil ik nog even mededelen hoe speciaal jij bent in deze wereld. Vergeet niet wat jouw favoriete dingen zijn en wat je graag wilt doen. Doe dat gewoon. En dan op een gegeven moment komt er een glimlach op je gezicht. En dat wil ik ook uitstralen. Dat willen wij alle drie uitstralen. Dus hopelijk heb je kunnen lachen met deze vlog. En als je dat niet gedaan hebt, dan hebben wij een beetje gefaald, denk ik. Maar dan gaan we bij de volgende vlog wel proberen om jullie te laten lachen. Maar in ieder geval, superleuk dat jullie gekeken hebben. Nogmaals, wat Roland net zei. En dan spreek ik jullie bij de volgende vlog.